laatste foto. Heel laat, hè? Dichterbij. Oh. Ja, dat zal wel. Ja. Nou, laatste kans ertussenin. Hij wil wel iets dichterbij. Nou, vooruit dan, kom maar. Oh, had ik ook niet moeten zeggen, hè? Nee. Mam, ik schat hem wel vast. Oei! Nou, nog een keertje, kom maar. Ik mag alleen. Ja, maar jij mag ook. Oh, oh ja, dit was leuk! Goed zo, Jef. Nog een keer. Neem er maar naartoe. Ik ben aan film. Zonder geluid Voor 4 warmtebronnen, wat kost die? Geen idee. Kost 24, nee, kost 24 euro en 98 cent. Deze kost 22,50. Is goedkoper dan Stefan. Gaat 5 keer langer mee. Krijgt 2 jaar garantie. Heeft geen giftige rotsolie, aardig geen giftige dag. Dat is het mooie van deze pan. Deze dan, wat kost die? Die is 30 euro. U kent onze pannen? Die is voor inductie? Niet voor inductie. Niet? Nee. Wat zelf kun je van me doen? Vuil en waterstolen, geschilderd hout, kunt u hier ook mee doen. Een behoud voor die verflaag, het droogt veel sneller op en rot veel minder. Dus dat is ook de verflaag. Ja. Schilders gebruiken we ook allemaal, kunnen we er gewoon op gaan brengen. Ja, we gaan mensen het mooie met failliet gaan is. Dan beginnen we de andere dag zo weer opnieuw. Ja, hap, 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 hap. Ik heb tas nummer 1. We gaan beginnen. Dan met de vierde ronde voor vanmiddag. Dan gaan wij tracteren. Ik heb nummer 1, nummer 2, nummer 3. Dat is een doos. Ja, daar zitten er 50 stuks zitten erin. Ja, dan maak ik altijd graag een beetje showen. Ja, ook zo'n postje erbij. Let op, daar gaat ie. We kijken naar mijn eind. Bekend van de tv. Ja, dat is de Waza. Die kennen we allemaal. Dat is op het moment de tv-reclame van. Maar waar het ons om gaat is, is deze. Dat is een nieuwe soort uit de mond leeg. Ga mijn gerust pakken. Ja, hebben ze nieuwe smaken. Proeven, keuren, proberen. Delen, geven, tracteren. Het meeste wat wij gaan doen is dit. Ja, de tent gaat helemaal leeg. Ja, ik krijg naar mijn eind. We gaan die grote tasje vullen. Gratis er even bij. Ik doe maar 1 lolly erin, dan willen vast. Ja, heb ook zo'n postie. Nou, toch niet zo druk. Ja, u krijgt erbij die grote in het pakket erbij. Mensen, daar gaan we. Ja, smoesmissa's. Smorgens, middags en s'avonds. Ja, ik heb hem natuurlijk niet alleen verstaan voor die show. Als ik dit zou geven, van 14 euro voor 7 euro. En geen rekenmachine nodig. Ik ga het zo. Ik heb ze net al even laten proeven. Ja, ik vraag al niet eens meer of ze lekker zijn. Ja, maar ik mag het wel graag horen. Lekker, top hè. 500 gram slagroomtruffels. Uniek. Gratis erbij. Ik krijg een verrassing even. Meestal een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, ik heb vanmiddag al een beetje gezanigd. Ik had een paar oma's die liepen weg. Zei de ene oma tegen de andere oma. Hoeveel lollies heb je erin zitten? Nou, ja, ik doe 1, ik doe 2, ik doe 3, ik doe 4, ik doe 5 lollies erin. En meer dan 5 doen wij er niet in. Ik heb tas nummer 1 van 28 euro. Heb ik gedaan vandaag. Ja, 7 euro alleen. Nou komt de truc. Het is 7 euro, dan mensen betalen 10 euro. Ja, en dat is zo mooi.
Ik heb nog een leuk tasje. Ik heb jullie nog een leuk tasje. Dat vind ik zelf wel gein. Ja, jullie krijgen een fractie van mij voor 3 euro. Ja, dat zijn de jubileumacties even bij. Ja, een originele libellenbeurs, huishoudbeurs. Dat ze gewoon kunnen kopen. Ik mag het nu geven. 7 euro, 3 euro. Samen 10 euro. En dan krijgen we een huis. Ja, voor de buitenknoei. Ja, gratis erbij. Ik heb hier nog, dit zijn die buttons eroverheen. Gratis parkeren in heel Hardenberg. Ja, ik heb gezegd, opletten. Spellari mij. Kijk, 1000 gram mensen. Ja, zolang de voorraad even strekt. Ja, ook extra even bij. Dames, dit is voor jullie. Ja, ik heb hier nog staan. Die moet je gewoon voor jezelf bewaren. Want het gaat hier vandaag maar om één ding. Liefde. Daar heb ze ook zo'n postje erbij. Alles is liefde. 2 tassen, 10 euro. Mensen, ik ben bezig met een nieuwe ronde van 5 klanten, 5 personen. Ja, gaan we geven. En wat zo mooi is, ja, heb ze, wie dit niet koopt vandaag, die moet eens bij zichzelf afvragen van topman. Ja, geef ik nog wel eens wat weg. Want dat is waar het om gaat. En mooie stukjes kunnen we u geven. Ja. Jongens, jullie helpen moeders even sjouwen, hè? Ja, heel goed. Heb ze, tasje vullen. Ja. Ik heb nog een klein stukje kaas. Glijdertje er tegenaan op de punt en we trekken het mes gewoon met de punt op de plank er doorheen. Kijk eens, is dit mooi dun, ja of nee? Dit noemen ze schuifkaas. Dan kun je de krant doorlezen en je schuift onder de deur door naar binnen door de kiertjes. Hè? Nou, laat ik jullie nog 3 dingen zien. Ik laat jullie nog even zien het snijden van een tomaat, het snijden van brood en het snijden en snippen van een uitje. Wie van jullie koopt nog ongesneden brood? Niemand? Iedereen? Stokbrood? Krentenbrood, kerstbrood, paasbrood, pinksterbrood, hoe heet het, die suikerbroden, notenbrood, die vloerbroden. Dat zijn allemaal dingen die ongesneden zijn. Meneer, is dit vers ja of nee? Je binnenin voegen of vers ja, nee, ik heb het al gezien, ik heb het al gevoeld. Oh, dat is mijn broer hoor, dat doet hij mij te plagen altijd. Hè? Dat doet hij altijd hoor. Dus instel op de gewenste dikte, geleidertje er tegenaan. En nu ga ik wel zagen. Gaat op de beide kanten. Ja. Totdat de geleider op de plank is, kijk, dan gaat hij weer naar beneden. En dan gaat hij op de plank en dan ga ik hem schuin zetten. En ik snij weer net als alle andere dingen met de punt op de plank even die onderkant los. Anders blijft die onderkant vastzitten. Dus daarvoor moet je hem even schuin zetten en lossnijden. Is die mooi, ja of nee? Dus jij een verse boterham? Ja, dat is gewoon toch in de bak, jongen. Moet er ook nog een plakje kaas op? Zo, we doen zuinig, hè? We doen heel zuinig vandaag, hè? Dus. Nou, het laatste. Laat ik jullie zien de tomaten en de ui. Ga ik even naar de dames die heel veel keukenervaring hebben. Ik kan u niks leren, mevrouw. Hè? Mag ik nog een plakje van een tomaat af? Ja, dat mag je ook, joh. Pak maar. Hoeveel plakjes van een tomaat zou u hiervan kunnen snijden, zodat de tomatenplakjes gevuld zijn? Dus niet van die lege hompjes, hè? Nou, zeg het maar. Citroentje erop, 6. Dat is al veel, hè? Dat is al het maximale, denk ik, of niet? Nou, wat we nu doen, is eventjes een vork pakken. Ken u deze vork, meneer? Die is van meneer Van der Valk. Weg, restaurant, hè? Die steken we gewoon in dat laatste plakje, wat u toch normaal zo opsnoept. Ik zet het mes weer op de gewenste dikte. En het enige wat ik doe, is geleidertje er weer tegenaan, op de punt. Die zal ik niet meetellen. Nou, gaan we tellen, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En die tel ik ook nog niet eens mee. Kijk eens, zijn ze mooi of niet? Is het moeilijk wat ik deed of niet? Nee, hè? Doodsimpel. Maar je ziet, ik doe alleen maar Lee Towers. Kennen jullie Lee Towers? Alleen, ik ga niet meezingen, want dan rennen jullie allemaal hard weg, hè? Dus, maar hier, jongen, hij heeft verse tomaten op. Happig idee. Oh, was die andere niet verse? Jawel, die was van eergisteren. Dus dat maakt niet uit. Maar dat is dus, zit er prijsverschil in? En zo ja, wat is het prijsverschil? Ja, het is wel een mooie verzending. Ja. 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 Maar hey, zit er geen bel aan of zo? Gekocht, dit gekocht. Ik ben zo blij. Gefeliciteerd! Ik heb iets van de prijs af kunnen praten. Dus gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Ja, dank u. Ik kan het nog niet gelijk meenemen, helaas. Moet vandaag het moet nog ingepakt worden. Nou, dit hoeft niet, want ik weet toch al wat ik krijg. Ja. Veel succes! Pieter! Ja. 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 Ja.
60? Nee, 4:30. Oh, 5 is nou. Als 4:30 is. Nee, ik moet zeker niet van jezelf zeggen. Ik moet zeggen, het is groot al. Ja, stilzitten, heb je haar ook? 5 uur. Maar kan jij niet op Zie je dit? We gaan hartstikke vies. Ja, dat mag je elke dag doen, hè, van papa? Lopen, lopen, lopen. Nou, stap er maar in. En dan moet jij de ogen. Nou wil het nog. Ja, dat werkt niet. Dat lukt niet. Jij moet zo. Dan ga je klimmen. Dan ga je hier opstaan. Zo hoog mogelijk. Hoog, hoog, hoog. Ja. En dan ga jij hier naar je toe. Dan stap je er overheen. Ja, goed. Ja, precies. De andere voet ook. Ja. Dan leg je hem neer. En dan ga je door. Zo moet hij. Ja. Ja, nu dan? Ja, dat is het.